Als plichtwerk hebben wij de eer en het genoegen om de suite van Jan Segers te mogen uitvoeren. De suite van Jan Segers is voor mij een heel leuk werk, omdat het toch wel ook een enigszins emotionele waarde heeft. Jan Segers was namelijk mijn eerste directeur in de muziekacademie van Willebroek. Dat is de muziekacademie waar ik opgeleid ben en waar ik ook mijn eerste stappen heb gezet als leerkracht. En Jan Segers is een muzikale duizendpoot geweest. Hij was producer bij de BRT, hij was directeur van de muziekacademie van Willebroek. Hij was ook professor Havabra aan het conservatorium van Brussel. Het is eigenlijk een belangrijk werk, omdat meneer Segers heeft midden jaren 70 eigenlijk heel mooie werken geschreven voor de Havabra-wereld. Op het moment dat nog niet zo heel veel gefundeerde Vlaamse componisten schreven voor dat medium. En in die zin was dat echt wel samen met André Venien een echte trendsetter.
Thank you.